Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schouwen en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 5 in Spanje. Maar heb je die vorige video gemist in Miami, zal ik die eerst even terugkijken, zodat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje. Klik erop en zet die video bescheiden. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer voor wekelijkse Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me even op de sociale media, @GiananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Helaas hebben we een update van de aerodynamica is gefaald, dus die moeten wij opnieuw gaan bestellen. En zijn nog niet echt op dreef, want we staan gewoon nog stijf achteraan. Ja, Pirelli Hot Lap, dat sla ik gewoon over. Dat vind ik te veel tijdverspilling. En over tijdverspilling gesproken. We gaan lekker door naar de kwalificatie. En ik verwacht er niet zoveel van. Maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 5 van F1 22 My Team Career Mode. En dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie Q1. Hopelijk kunnen we iets doen. Maar ik verwacht er niet zoveel van. En kijken of wij misschien van P18 of P19 kunnen starten. De laatste plek is ook niet de bedoeling namelijk. Ik wil graag punten scoren. Maar ik ben er bang voor dat dat ook deze race niet gaat gebeuren. We moeten gewoon wat geluk hebben. En ja, dat zijn twee broodjes die ze daar hebben neergelegd in de eerste bocht. Daar ging ik helaas met de rechterkant eroverheen. En deze rondetijd is sowieso niet goed. En dan spin ik daar gewoon ook op een sausage curb. Die hebben ze ook erin gelegd. Codemasters heeft dat uitstekend gedaan. Maar voor mij is het gewoon bloedirritant. Daardoor gele vlag en iedereen moet van zijn gas af. En ik besluit om naar binnen te duiken. En Latifi doet dat ook. Tot nu toe geen goede run in Spanje. Staan op de laatste plek met nog geen tijd. Dus dat moeten we gaan zien te verbeteren. Hopelijk lukt dat in deze run. Iedereen is naar binnen en wij hebben vrij baan. Rijden gewoon op hetzelfde setje soft banden als waar ik op gespind ben. Dus ja, ik wil graag banden sparen. Want je weet maar nooit wat er gaat gebeuren in de wedstrijd. We zijn 1/3 langzamer dan Lance Stroll en die rijdt op een P16. Sorry. Die rijdt op een P18. Komen wij aan bij start-finish. En dan noteren wij een P18 met een 1:21.2. Nog 2 minuten op de klok. Ik ga hier heel rustig aan doen, want iedereen gaat naar buiten voor een outlap. En ik wil niet dat ze mij er in de weg zitten. Nog ongeveer 2 minuten te gaan en staan op een P19. Geen idee waar Theo Pourchaire is. En kijken of wij misschien een plekje hoger kunnen starten. Op P18 bijvoorbeeld. Raken daar weer helaas dat broodje in bocht nummer 1. En verliezen al gelijk 2/10. Dat maken we goed in de laatste sector. Maar dan heb je daar weer dat langwerpige sausage curb. Staan wij op P19, de vlag hangt over een paar seconden uit. En wij gaan onze tijd verbeteren met 2/10. Nog steeds een P18. Maar dan is hier de uitslag van Q1. Russell, het snelste Verstappen, komt tekort. Maar goed, het is allemaal maar Q1. En wij zijn terugverwezen naar P21. Dat is pijnlijk. Theo Pourchaire pakt ons alweer in de kwalificatie. Staat nu 4 tegen 1.
hopelijk dat we iets kunnen in de race. We gaan het zien. We zijn er klaar voor de wedstrijd van aflevering nummer 5 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Welcome then to what promises to be another fascinating Spanish Grand Prix. A race which saw Max Verstappen take victory on his first ever appearance with the Red Bull team in 2016 after the dramatic coming together of Lewis Hamilton and Nico Rosberg. Will we see more moments for the scrapbook here today? It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint into Turn 1. This is a 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out Turn 3 and the terrifying blind right of Turn 9. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Hamilton, Max Verstappen and Perez, Bottas, Fernando Alonso, Norris and Esteban Ocon, Mick Schumacher, Joe, Daniel Ricciardo and Vettel, Albon, Gasly, Teo Pourchaire and Kevin Magnussen. They've taken a grid penalty. Latifi, the Professor, Stroll and Yuki Tsunoda. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into Turn 1, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Moeten de ingenieur niet teleurstellen, maar ik ben bang dat dat toch gaat gebeuren. Je weet maar nooit wat er gaat komen. Hopelijk hebben wij een goede start. Maar eerst gewoon de formation lap. En de strategie is medium hard. Een eenstopper. Ik denk dat dat wel de beste manier is om dat uit te voeren. 33 rondes lang. Dus een pittige wedstrijd. Maar dan eerst de formation lap. We komen gewoon goed weg. We moeten ons inderdaad concentreren, want we maakten daar net een klein foutje door tegen de muur aan te botsen. En dan is de vraag, hoe komen wij weg van de grid? Hoe is onze start? Hoe zijn de banden en de remmen? Wie gaan het wel zwaar krijgen in deze wedstrijd? Dus ik verwacht dat bandenslijtage hier hoog is. Zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van de formation lap. En Lance Stroll start op de soft banden. Dus wij moeten daar rekening mee gaan houden. En kijken wat de Canadees doet. Dan gaan we zo meteen naar rechts. In de grid slot. En gaan we ons voorbereiden voor aflevering nummer 5 van F1 22. My Team Career Mode. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima weg, vraagteken. Jazeker, Magnussen kan nergens naartoe. Pourchaire heeft een goede start. En wij zien hier een heel mooi groot gat en duiken ervoor. En dat was Guanyu Zhou die daar even eieren voor zijn geld koos. En wij rijden op een P12. Schumacher op een P11. Zit daar een beetje klem achter Lando Norris. En wij pakken hem via de buitenkant voor P11. Nou, Schumacher geeft niet op. Beetje met elkaar worstelen, maar het is geen probleem. Hij zit daar nog aan die buitenkant.
Norris is de volgende. Die stuurt gewoon in, maar wij sturen tegen en daardoor moet hij ons wel ruimte geven. Schumacher rijdt ook op die softbanden. Dus ik verwacht dat hij zometeen ons voorbij gaat razen. Maar wij rijden in ieder geval in de punten op een P10. En moeten dit hopelijk zo lang mogelijk zien vol te houden. Maar daar komt Mick Schumacher aan de buitenkant. Ja, maar wat later dan de Duitser. En laten hem staan. En dat is nog steeds P10. Kijken wat Esteban Ocon zo meteen doet. Als wij in ronde nummer 2 zitten. Als het geel is. Want Verstappen is gespind. Max Verstappen de auto verloren. En moet dus helemaal opnieuw beginnen. In de grote prijs. Schumacher kan hier helemaal niks. Gelukkig maar. Herhaling van wat er is gebeurd met Verstappen. En die geeft daar gewoon iets te veel gas en is de auto kwijt. Dat is er gebeurd. Moeten we hier wachten op verkeer. En hij kan weer op pad. En zichzelf terug zien te knokken. Gele vlag. Gele vlag, want daar rijdt een Alpine langzaam. Alonso valt uit. En wij rijden op een P8. 4 punten op ons naam als het zo eindigt. Dan hebben wij onze eerste WK-punten binnen. Maar er moeten nog pitstops komen. En concurrentie die ons voorbij gaat razen, denk ik. Alonso nog niet weggehaald door de FIA. Verstappen zit in verkeer. En ik denk dat hij deze wedstrijd wel weg kan schrijven. Norris zit daar aan die buitenkant. Maar kan er niet langs. En we zitten in ronde nummer 4. Kan hij hier dan iets proberen? Nee, ook niet. Norris moet het echt op het DRS gedeelte gaan doen. Want aan de buitenkant inhalen, dat lukt hier zomaar niet. Of wij maken een fout. Dat kan ook. Dan zitten we in ronde nummer 7 als we daar Mick Schumacher hebben. En in ronde nummer 8 is hij er voorbij. Niet zozeer. Laat hier een gat open en wij kunnen gewoon terugkomen. Het gat naar Ocon is inmiddels opgelopen richting de 20 seconden. Dus die kunnen wij niet meer aanvallen. Ben ik bang voor. We moeten gewoon deze posities zien te verdedigen. Van alle andere auto's die achter mij rijden. Bottas naar binnen gedoken. En wij duiken ook naar binnen voor de harde band. In ronde nummer 15. Hopelijk dat dit een snelle pitstop wordt. Ik verwacht helaas wel dat we ver terug gaan zakken. Omdat we iedereen hebben opgehouden in de wedstrijd. Oh. De band zat er niet goed op. En helaas heeft Albon ons gepasseerd in de pitstraat. Jammer. En komen terug op P20. Nu is het hopen of wij de pace hebben op de harde band. In het begin nog niet. We gaan hier gewoon wat te wijd en hebben 2 kleine momenten overstuur. Albon rijdt wat van ons weg. De harde banden zijn nog niet op temperatuur. We hebben genoeg energy van de ERS en moeten onze overtakeknop gaan gebruiken, zegt de ingenieur. Blauwe vlaggen worden gezwaaid, want daar is de wedstrijdleider, denk ik, Charles Leclerc. Nee, het is Carlos Sainz. Thuisheld Carlos Sainz leidt de wedstrijd en gaat ons hier al lappen in ronde nummer 15. Moeten van het gas. Dan doe ik dit trouwens niet zo slim. En Theo Poortje is naar binnen. Ja, en dan zitten we in ronde nummer 16. Als Gasly het daar probeert,
Poitier hebben we inmiddels wel geundercut. Mooi, dat is wel gelukt. Maar het gat naar de rest is groter geworden. Gele vlag. Vanwege Lando Norris volgens mij die uitvalt. Neem daar ook een schuimbord mee. En dat is uitvallig nummer 2 als ik dat goed zeg. Uitkomen pitstraat is het dan denk ik gebeurd. Net een pitstop gehad en valt al gelijk uit. Dat is jammer. Moet hij wel oppassen, want hij houdt daar een Red Bull op die in gevecht was volgens mij. Of die mensen aan het leppen was. Norris neemt daar gewoon 3 schuimborden mee. Dat kan allemaal. Dan zitten we in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Als Tsunoda helemaal van ons is weggereden. Dat gat is 10,3 seconden. En dat wordt alsmaar groter en groter. Gasly zit nog steeds achter ons. Blauwe vlaggen worden gezwaaid. Gasly probeert het aan de buitenkant. Remmen wat later. Sturen ook niet echt helemaal in. Om Gasly wat naar buiten te duwen. En dan moet Gasly van zijn gas af. En daardoor is het gat gegroeid naar 1,6 seconden. Maar wij moeten zometeen ook van ons gas af. En dan kan misschien Gasly profiteren. Nee, hij kan niet profiteren. Leclerc, leider in de wedstrijd. Lept ons voor de tweede keer. En dan zitten we in ronde nummer 32. En dan wint Charles Leclerc alweer een race. 5 uit 5 volgens mij, als ik dat goed zeg. En wij finishen helaas op een teleurstellende P16 na een uitstekende start. Weer geen punten voor ons. Ja, en ik ben er bang voor dat dit regelmatig het eindresultaat zal zijn. 0 punten, maar goed, niet opgeven. Op naar de volgende ronde. That's a fantastic performance from Ferrari. It hardly looked in doubt. Napoli Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Looking at the podium, you can see that red suit, familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. Hier we dan dus de uiter van de wedstrijd. Charles Leclerc wint alweer een grote prijs in Meitingen. Guerrero pakt ook snel het regelpunt. Carlos Sainz voor zijn thuispubliek naar het podium. Russell op P3. Hamilton 4. Perez 5. Ocon 6. Magnussen krijgt drive of the day. Bottas 7. Verstappen toch nog P8. Vettel 9. En Magnussen op de laatste plek van de punten. P10 dus. Ja, en Sainz en Leclerc, ja, die zijn gewoon weg van de concurrentie. Wij staan P19 in het coureursklassement en helaas tiende met 0 punten. Dus dit wordt een pijnlijk seizoen. En we moeten gewoon, ja, ons kop recht houden. Anders valt hij er vanaf, maar dat is een ander verhaal. En kijken wat Azerbeidzjan wordt. Want 0 punten, dat is nog steeds pijnlijk. Maar goed, ik ga deze video afronden. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike deze video dan. En vertel me waarom je het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijks voor mijn content. Jullie kennen het liedje al lang. Maar goed, ik zeg het nogmaals.
gewoon abonneren als je nieuw bent. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder voor meer Formule 1 content. En natuurlijk de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit was de channel mensen. Tot de volgende keer.